wat mij zelf ergert aan die traditie van Joris Luijendijk is dat er, en sowieso aan woke is dat de nadruk altijd ligt op onderdrukking en op systemen waardoor je iemand bent. En dat gaat nooit eens over eigen verantwoordelijkheid nemen. Nee. Mm-hmm. Dus het is een soort, in hun denkkader zijn ze gepreoccupeerd met een soort slachtofferschap dat ook zelfs onderbewust bepalend is. Dus je bent al verdrongen, al zelfs door je eigen taal. Zeker. Ja. Terwijl in mijn eigen perspectief op de wereld. En dat spiegel je dus ook naar anderen. Ja, ja, wordt voortdurend ook naar anderen. Jullie zijn moslim en vrouw. Dus jullie kunnen er niks aan doen dat jullie nog niet zijn waar ik ben. Ja. Dat is het racisme van lage verwachtingen. Ik moet jullie vertellen hoe jullie hier ook kunnen komen. Maar dat is dan nog de prettige kant van de woke-projecties. Okay. Maar je hebt natuurlijk ook de andere kant op. Dat ze naar ons toe projecteren. Van jullie zijn patriarchen. Jullie zijn sociaal conservatieven.